De dierenweide in de Dordtse wijk Sternburg gaat verdwijnen. Beheerder Steffen Pieper maakt het bekend met pijn in zijn hart. Dat zeker, maar het is ook een opluchting na 32 jaar actieve strijd iedere keer tegen de gemeente. Jullie zijn het gewoon zat, het gedoe met de gemeente. We zijn het inderdaad gewoon zat, je doet het toch nooit goed. Mijn moeder is hartpatiënt geworden door al die ellende en ik ben niet van plan om haar achterna te gaan. Ik ben er wel klaar mee. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente ben je er nog naartoe gegaan met de vraag, ik wil praten om er samen uit te komen, maar het is niet gelukt. Nee, de wethouder blijft toch bij zijn standpunt bij het nieuwe huurcontract wat hij mij heeft aangeboden. Ja, dat is zo'n wurgcontract. Dus hoe je het went of keert, of dat ik er nou zelf mee stop of dat ik een nieuw huurovereenkomst, het leidt allebei tot hetzelfde. Dus. Vanuit de buurt werd regelmatig geklaagd over overlast van de dierenweide. Ik zal een geluidsopname van 's morgens van 5 uur, dan kan je het horen. Maar toen de gemeente de tent wilde sluiten vorig jaar, tekenden meer dan 700 mensen een petitie voor behoud van de weide. Ja, we vinden het echt verschrikkelijk natuurlijk wat de familie nu overkomt. Ze hebben 32 jaar lang echt met hart en ziel voor de beesten gezorgd. En dat het zo moet eindigen, dat is best wel pijnlijk. Ja, de gemeente had natuurlijk ook een punt. Diverse buurtbewoners die klaagden, hè? Die hadden het over stank, over de ganzen die lawaai maakten. Ja, er zijn enkele die echt die familie ook heel erg getreiterd heeft. En we hebben gezegd, ze hebben goed hun best gedaan en meer kan je niet doen. Hoe voelt dat dan? De klagers hebben gewonnen? Nou, in dit verhaal zijn allemaal verliezers, zie ik het maar.